Jeroen Pauw is uitgeroepen tot omroepman van het jaar 2019. Pauw kreeg maandag in Beeld en Geluid in Hilversum de wisselbeker uit handen van Bo van Erven Torens, de omroepman van 2018. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine. Grote namen als Maties van Nieuwkerk, Humbert Totaan en Eva Jinek waren eerdere winnaars van de prijs, maar Jeroen Pauw ontbrak nog altijd in het lijstje omroepmannen en vrouwen van het jaar. Dit jaar kon in Beelden de redactie van het blad echter niet meer om hem heen. Pauw beleeft in alle opzichten een topjaar en blijft zichzelf verbeteren. De presentator toonde zich licht ongemakkelijk bij het in ontvangst nemen van de prijs. Ik ben niet van de koketterie. Kijk, ik heb best veel prijzen gekregen sinds ik op televisie ben. En altijd denk ik, maar die andere was ook wel goed. Toch is Pauw ook erg blij en trots met de onderscheiding. Ik heb gekeken naar het lijstje met vorige winnaars en vind mezelf daarin tussen horen. Ik werk al lang, heb 20 jaar een eigen productiemaatschappij waarmee we veel dingen maken. Ik maak al 14 jaar lang je laten een programma. Heb Nova gedaan, bij TL gezeten. In historisch perspectief zijn dat best wel goede dingen.